Team Samen Sterken is ontstaan doordat we een cursus hebben gedaan die gegeven werd door het LFB bij Estinea. En in die cursus hebben we geleerd om samen te werken als leercoaches met cliëntervaringsdeskundigen. Wij werken vanuit de LFB eigenlijk al 20 jaar als collega's samen, dus een ervaringsdeskundige en een coach. En Estinea vond dat een heel mooi gegeven en gaf aan, zouden wij dat ook kunnen? Ja, tuurlijk kan dat. En uiteindelijk zijn we gekomen tot het Team Samen Sterk. Wij leren van hen en zij leren van ons. Iedereen heeft zijn eigen talent, ook binnen Team Samen Sterk. En ja, daar ben je ook ervaringsdeskundige in. En ja, samen leer je ook weer van elkaar. Mensen met een beperking en coaches, de mensen ja, zonder beperking, zeg maar, die werken samen. Het is niet begeleider en cliënt, nee, het is collega's. Je bent collega's van elkaar. Ik vind de benadering heel erg anders. Want vroeger was het zo van een cliënt die vraagt iets en als begeleider zei je, oké, ik ga kijken wat ik voor je kan doen en ik kom bij je terug en dan had je het antwoord. Nu ga je samen kijken van wat wil jij graag? Hoe kun jij daar dan komen? Wat kan je daar zelf in doen? Waar heb je hulp bij nodig en waar haal je die hulp dan vandaan? En dat is een heel mooi gegeven om op die manier te werken. Goedemorgen iedereen. We gaan het hebben over omgaan met je beperking en accepteren. Deze training geef ik omdat zij die training ook gaan geven. Ik ben behoorlijk open wel over mijn beperking. En de cursisten, die merken ook dat ik heel open en heel eerlijk ben. En dan krijg je ook hele open en eerlijke verhalen terug. En die verhalen, daar gaat het om. Eigenlijk is de kracht van het opleiden van de ervaringsdeskundigen dat zij zelf veel beter in staat zijn om andere mensen te versterken, te empoweren. Dat ze leren hoe ze hun talenten kunnen gaan gebruiken, maar ook hoe ze zelfvertrouwen krijgen en merken van, hé, dit kan ik. Toen ik hier net kwam, ja, toen zei ik niet veel. Toen was ik gewoon nog heel stil. En sinds ja, nu ik hier ben, ja, ben ik gewoon mondiger geworden en is het gewoon echt leuk om hier in dit team te zitten, want je bent ja, ook wel gewoon serieus met je dingen bezig. Maar er zit ook wel eens een keer een lolletje tussen. Dus dat vind ik ook wel erg leuk. Ik ben in ieder geval een stuk zelfverzekerder geworden. Meer zekerheid in mezelf. En dat is best lastig als je eigenlijk op een gegeven moment heel lang hebt gedacht en ook wat heel lang gezegd is van je kunt niks. En dan erachter komen dat je wel wat kunt, dat geeft je toch kracht om door te gaan. In het verleden was het ook zo van een spreekbeurt op school, was iets van ja, liever niet. Ze hield het de boot echt af, zo van ja, het is dat het moest. Maar nu is het zo van ja, kom maar op, ik deel wat aan, gewoon, ik ga er gewoon in de groep staan en het is goed. Dat verschil is al, dat merk ik heel zelf heel duidelijk. En dat is een stukje zelfvertrouwen, dat groeit op die manier ook enorm. We werken ook aan onze eigen ontwikkeling. Bijvoorbeeld van, hoe ga ik om met mijn beperking en wat moet ik daarvoor doen? En dat is dan eigenlijk ook nu voornamelijk waar we nu mee bezig zijn. Wij geven ook trainingen en we vertellen daar ons verhaal. Hoe wij bijvoorbeeld dingen ervaren. En dat willen wij eigenlijk ook in de achterhoek ook laten zien. Dat ook mensen met een beperking tellen gewoon mee in de maatschappij. We zijn niet anders dan bijvoorbeeld mensen zonder beperkingen. Iedereen heeft een beperking. Dus de ene een heel kleintje, de andere een hele grote. Ja, nou in. Ja, dat maakt niet uit. Iedereen heeft zijn talenten of kwaliteiten. Het geeft nieuwe leermogelijkheden. En je leert ook nieuwere mensen ontmoeten. En je krijgt er ervaring mee. En we kunnen meer deelnemen in de samenleving. Nou, ik vind het een belevenis. Ik vind het echt een belevenis. En ik heb ook meer idee dat ik meer kan. Voor ons is het heel belangrijk om allemaal één te zijn. Het maakt niet uit wie je bent, het maakt niet uit welke achtergrond je hebt of wat je gedaan hebt. Je hebt allemaal ervaringen opgedaan in je leven en die delen wij met elkaar, maar die willen we ook delen met mensen aan wie we presentaties geven, op plekken waar we workshops geven. Daar willen we gewoon zijn voor de mensen.
En laten zien van dat het niet uitmaakt dat je een beperking hebt. Want je hebt gewoon heel veel talenten. En die talenten willen we naar voren laten komen. En dat aan de mensen laten zien dat dat het belangrijkste is. Hier word je niet veroordeeld eigenlijk. Hier kijk je gewoon met hetgene wat je wel kunt en niet naar hetgene wat je niet kunt. En dat vind ik belangrijk. Het werkt goed omdat je echt naar de mens zelf kijkt. Je bent bezig om te kijken van hoe ga je met kritiek om, hoe leer je jezelf presenteren, ken je je kwaliteiten. Je gaat echt een leertraject in met elkaar. En we moeten ook kijken wat kunnen mensen, wat willen ze leren. En daar gaan we een programma op maken. Dat heeft de LFB in eerste instantie gedaan. En langzamerhand gaan we dat overdragen naar Estinea. En ik hoop een beetje dat we in Nederland iets neer kunnen zetten waar andere zorgaanbieders van denken, nou, zoiets zou ik ook wel willen. Het is heel uniek eigenlijk dat een coach en ervaringsdeskundige samenwerken op de manier waarop we nou doen. Dit is ook heel uniek in Nederland eigenlijk. Dit is de eerste organisatie die het aanpakt. En ook echt zo'n groep als Samen Sterk heeft. En het werkt gewoon zo goed omdat, ja, die samenwerking die verloopt gewoon heel goed. Ja, we zijn er voor elkaar. En samen staan we sterk dus.